Welkom bij de uitleg van MAVO 3, boek van pincode hoofdstuk 7. Hoofdstuk 7 gaat eigenlijk over de overheid. Wie is dat, wat doen zij en wat doen zij voor jou? Nou, eigenlijk als we het over de overheid hebben, moet je dat eerst even een beetje specificeren. Waar heb je het dan precies over? De overheid zoals wij die in Nederland kennen heeft 4 onderdelen. Het Rijk, dan hebben we het over het land. Het tweede is het waterschap. Dan hebben we dus over de provincies, bijvoorbeeld waar een rivier stroomt. Bijvoorbeeld de Maas, die stroomt door 3 verschillende provincies. Dat wil zeggen dat die allemaal in het waterschap zitten. Daarna hebben we natuurlijk de provincie, zoals in ons geval de provincie Limburg. En de gemeente, zoals bijvoorbeeld de gemeente Weert of de gemeente Roermond. Dus als je het over de overheid hebt, moet je het altijd heel goed specificeren waar je het dan over hebt. Heb je het over groot, dan heb je het vaak over het Rijk of over het waterschap. Iets kleiner zijn de provincie en de gemeente. Nou, eigenlijk doen die van allerlei dingen en iedereen op zijn eigen niveau. Als we bijvoorbeeld kijken, een verhoging van de maximumsnelheid. Ja, dat is natuurlijk een maatregel die wat het Rijk kan nemen. Kan de gemeente niet zeggen, want het Rijk heeft daar meest over te zeggen. Maar als we bijvoorbeeld kijken naar invoeren van hondenbelasting, of het verhogen of verlagen van de hondenbelasting, of de toeristenbelasting of iets dergelijks, daar zal het Rijk van zeggen, dat moet iedere gemeente maar zelf weten. Ja, dus dat wil zeggen dat eigenlijk op ieder niveau zijn er verschillende verantwoordelijkheden als het ware. De hele belangrijke en grote dingen die wat voor veel mensen impact hebben, worden door het Rijk genomen en dus dan steeds kleiner naar waterschap, naar provincie en naar de gemeente. Eigenlijk is het doel van de overheid om zoveel mogelijk de mensen te beschermen. Dat is het doel van de overheid. Beschermen aan de hand van bijvoorbeeld ook regels, dus een stukje structuur aanbrengen en een stukje rust en regelmaat. Dat is wat de overheid eigenlijk wil doen voor ons. Nou, de overheid is natuurlijk ook bekend van bijvoorbeeld subsidies of van bijvoorbeeld boetes aan de andere kant. Nou, wat is een subsidie? Als de overheid nu ergens iets belangrijks inziet, bijvoorbeeld in een sportvereniging, kan de overheid zeggen, jullie krijgen subsidie van ons. Dan krijgen zij dus eigenlijk geld van de overheid om bepaalde dingen mee te financieren. Bijvoorbeeld bij de voetbalclub, die zullen subsidie krijgen om bijvoorbeeld nieuwe ballen te halen, om een kantine te runnen, om het sportveld te onderhouden en om de locaties te onderhouden. Dan hebben we het over subsidies. Sommige, bijvoorbeeld bedrijven die heel veel vervuilen, die krijgen ook geen subsidie, maar die krijgen boetes aan de andere kant. En met die boetes kunnen onder andere ook weer de subsidies betaald worden. Een begrip dat vaak voorkomt bij de overheid is het begrip solidariteit. Nou, wat is solidariteit? Solidariteit, zeg ik altijd, betekent dat de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen. Oftewel, als we kijken naar belastingen, wie betalen de meeste belastingen? Dat zijn de rijkste mensen. Dat zijn de sterkste schouders en die dragen dus de zwaarste lasten als het ware. Nou, dan zullen we ook zeggen dat de zwakste schouders ook de minste lasten dragen. Nou, dat zien we bijvoorbeeld ook terugkomen in de verzekeringen. We hebben 2 soorten verzekeringen. Aan de ene kant de volksverzekeringen, aan de andere kant de werknemersverzekeringen. Nou, volksverzekeringen, het woord zegt het al, zijn voor het hele volk, zijn voor iedereen van toepassing. Of je ooit gewerkt hebt, ja of nee, maakt in principe niks uit. Dat zijn de volksverzekeringen. De werknemersverzekeringen, die zijn dus alleen voor de mensen die aan het werken zijn. Dus dat wil zeggen dat jij op dit moment ook wel gebruik kan maken van volksverzekeringen, maar niet van werknemersverzekeringen. Waarschijnlijk als jij naar het ziekenhuis gaat, hoef je daar niks voor te betalen. Dat is natuurlijk een volksverzekering. Je bent verzekerd tegen het feit dat als jou iets overkomt, dat dat betaald wordt. En daar vanaf je 18e moet je daar een beetje geld voor gaan betalen. Natuurlijk heb je nog weinig te maken met werknemersverzekeringen. Nou, wat is nu het verschil? Een volksverzekering is bijvoorbeeld de AOW, de Algemene Ouderdomswet. Iedereen is verzekerd dat als hij dadelijk 67 en misschien wel iets ouder is, dat hij een uitkering kan krijgen. Dat geldt voor iedereen, of je nu ooit gewerkt hebt, ja of nee. De WW, de werkloosheidswet, is natuurlijk erop gemaakt voor mensen die doen werken. Daar hoef jij op dit moment niet verzekerd tegen te zijn, want je hebt nog geen baan. Je bent aan het studeren. Daarom is het belangrijk om daar een verschil in te maken. Er zijn natuurlijk nog wel wat andere verschillen te noemen, die staan natuurlijk ook in het boek. Nou, die overheid die zorgt ook voor collectieve voorzieningen. Collectieve voorziening is bijvoorbeeld de weg of de school waar ik nu op aan het lesgeven ben. Nou, daar mag iedereen in principe gebruik van maken. Bij de weg kun je niet zeggen, ja, jij mag daar geen gebruik van maken. Nou, soms is het natuurlijk ook dat de overheid zorgt voor een collectieve voorziening waar ze een beetje geld voor vragen. Dat noemen ze een semi-collectieve voorziening. Een voorbeeld van een semi-collectieve voorziening is natuurlijk de trein.
Iedereen mag er gebruik van maken. Je hoeft echt niet vol te betalen. Maar je moet natuurlijk wel een beetje bijbetalen. Andere mensen zullen een semi-collectieve voorziening zeggen dat dat bijvoorbeeld een tolweg is. Op de afsluitdijk bijvoorbeeld. Daar mag je overheen, maar moet je wel betalen. Het alternatief is om helemaal om te rijden, maar dan ben je natuurlijk veel langer de tijd kwijt. Dat zijn collectieve voorzieningen. Nou, met zo'n collectieve voorziening kunnen we bijvoorbeeld ook over een museum hebben. En een museum, dat is vaak van de overheid, omdat ze het belangrijk vinden om bijvoorbeeld mooie oude schilderijen te hebben. Nu kan het natuurlijk zo zijn dat ik als persoon dat museum graag wil kopen. Omdat het mij misschien heel erg interesseert, omdat ik het heel mooi vind, omdat ik het jammer vind dat ze het niet optimaal gebruiken. Dan kan er sprake zijn van privatiseren of nationaliseren. Privatiseren, daar komt eigenlijk van het woord privé af. Je gaat het privé maken. Oftewel, als ik als persoon het museum koop van de overheid, van de Nederlandse staat, dan heb ik het bedrijf geprivatiseerd. Het kan natuurlijk ook zo zijn dat ik een mooi museum heb opgericht en dat de overheid daarvan zegt van nou ja, dat vinden wij zo belangrijk, wij willen dat museum van jou kopen. Dan hebben we het over nationaliseren. Dus het woord nation, natie, land zit er natuurlijk in, hè. En nationaliseren wil dus zeggen als de overheid iets gaat kopen van mensen om het voor iedereen toegankelijk te maken. Dus hier in het plaatje staat dat, een mannetje en de staat. Gaat het van het mannetje naar de staat, dan hebben we het natuurlijk over nationaliseren. En gaat het van de staat naar het mannetje toe, dan hebben we het natuurlijk over het privatiseren. Nou, het laatste onderdeel vanuit de overheid, waar we de overheid het beste van kennen waarschijnlijk, is van Prinsjesdag. Derde dinsdag in september is er Prinsjesdag. En dan wordt eigenlijk de miljoenennota en de rijksbegroting gepresenteerd. Nou, wat betekent dat nu eigenlijk? In een begroting staan altijd verwachte inkomsten en verwachte uitgaven. Oftewel, als wij een begroting maken voor Nederland, dan gaan we dat voor volgend jaar doen. En dan kijken we naar wat verwachten wij binnen te krijgen en wat verwachten wij uit te geven. Dat is een begroting. Als het nu voorkomt dat je veel meer geld binnenkrijgt dan dat je moet uitgeven, bijvoorbeeld aan de ene kant krijg je 400 miljard binnen en je hoeft maar 300 miljard uit te geven, dan heb je natuurlijk een overschot, te veel. Ja, dat noemen ze een overschot. Is het nu andersom dat je maar 300 miljard binnenkrijgt, maar je moet er 400 miljard gaan uitgeven, dan heb je natuurlijk een probleem, dan heb je een tekort, een begrotingstekort. Als ze nu alle twee evenveel zijn, 350 miljard, 350 miljard, dan hebben we het over een sluitende begroting. Ja, dus dat wil zeggen dat de overheid altijd natuurlijk zou kijken dat ze geen tekort hebben. Want als je een tekort hebt, wat moet je dan doen? Dan moet je het geld natuurlijk gaan lenen. En als je het geld gaat lenen, dan moet je het terugbetalen met rente. En als je het ene jaar niet terugbetaalt, moet je het volgende jaar nog meer rente betalen. Nou, we zijn zo, in Nederland zijn we ooit een keer begonnen met een paar miljoen te lenen. In ongeveer 1850. Dat heeft zich zo opgehoopt dat er inmiddels de staatsschuld in Nederland, de schuld van de Nederlandse overheid, is ongeveer 380 miljard euro. Dat is de schuld van de Nederlandse overheid aan bijvoorbeeld mensen die dat geld of bedrijven die dat geld hebben uitgeleend of aan andere landen. Nou, de vraag is of we dat ooit kunnen gaan terugbetalen. Maar we doen dat wel. Ja, want ieder jaar dat we een overschot hebben, gaan we ook een beetje schulden aflossen. En schulden aflossen wil dus eigenlijk gewoon zeggen dat je het gaat terugbetalen. Dus dat is eigenlijk het begrip staatsschuld. Schuld van de Nederlandse overheid, aan wie dat dan ook is. Ik kan de Nederlandse overheid ook geld lenen en dan zeg ik, ja, ik geef jullie 10.000 euro. En over 10 jaar wil ik graag 11.000 euro terug hebben. Nou, dat kan. Twee andere laatste begrippen wat jullie ook vaak in het hoofdstuk zien voorkomen zijn het draagkrachtbeginsel en het profijtbeginsel. Het draagkrachtbeginsel lijkt veel op solidariteit. Sterk schouders dragen de zwaarste lasten, oftewel hier is het ook met bijvoorbeeld belasting betalen. Ja, die rijke mensen die kunnen gewoon wat meer missen, dus die gaan wat meer belasting betalen. En het profijtbeginsel vanuit de overheid is als jij ergens gebruik van maakt, dan mag jij daar ook een beetje voor betalen. Dat lijkt een beetje op die semi-collectieve goederen. Maar bijvoorbeeld als we kijken naar hier de school waar ik nu op les aan het geven ben. Is een middelbare school. Een collectieve voorziening. Iedereen mag er gebruik van maken. Maar het HBO of het MBO
Dan ineens moeten mensen betalen. Waarom? Dat is een semi-collectieve voorziening. En dan is het eigenlijk het profijtbeginsel. Jij profiteert ervan dat je daar les kan volgen, dat je een beroep kan leren. Dan zegt de overheid, dan hoef je ook een deel, moet je daarvan gaan betalen. Dus dat wil zeggen, op die Prinsjesdag gaan we dus kijken naar de inkomsten en uitgaven. Nou ja, aan de inkomstenkant van de overheid, daar staan bijvoorbeeld de belastingen. Ja, dat is natuurlijk een hele grote, zoals de BTW en de omzetbelasting van bedrijven en dergelijke. En aan de andere kant geeft de overheid ook heel veel geld uit aan bijvoorbeeld onderwijs, aan infrastructuur. Denk aan de wegen en de vliegvelden en dergelijke. Denk aan de salarissen voor de mensen die voor de overheid werken, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Nou, dat was een korte samenvatting van hoofdstuk 7. Ik hoop dat je daar een goede aantekening van kan maken door het filmpje ook af en toe eens even te pauzeren. En dan wens ik je veel succes met het maken van de opgaves.